Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag 21 augustus. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is het eerste wat ik vandaag zeg, dat merk je ook gelijk. Maar het is dus vandaag zondag en ik ga weer voor jullie weekvloggen. Echt zo mega lang geleden, maar ik kan echt niet wachten om weer lekker jullie mee te nemen. Want ik heb gewoon een heel ander leven. Dus ik heb er echt onwijs veel zin in. Vanaf morgen start de basisschool weer. En ik ga vanaf morgen fulltime werken. Ik heb vannacht voor het eerst in mijn nieuwe huis geslapen. Als je de verhuisvlog niet hebt gezien, ga hem zeker eventjes kijken. Hij is echt super leuk. En ik ga in deze video ook een house tour filmen. Ik ga lekker alles aan jullie laten zien. Deze leuke post van Decennio. Gewoon allemaal super leuke dingen. Dus ja... Ik heb er echt helemaal zin in. Dus het is een soort van combinatie weekvlog, verhuisvlog, house tour. Maar ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Want vanaf morgen komen ook de nieuwe Luxeflex. Want deze waren nog oud. En ik krijg dus hele mooie witte jaloezieën. Dus vanaf dan kan ik ook de house tour filmen. Heel leuk. En ik heb nu nog lekker mijn pyjama aan. Ik ga me klaarmaken. Ik ga dus heel even nog naar school toe. Want ik wil nog even wat voorbereiden. Voor morgen. Dus dat gaan we zo doen. Oké, ik heb even een make-upje erop gedaan. En ik heb echt een basic outfit aan. Ik had dus ook nog een wasmachinekast. Die ga ik misschien ook vandaag nog even in elkaar zetten. Maar eerst ga ik mijn spulletjes pakken. En dan ga ik naar school. Want morgen begint school. En ik moet mijn lessen voorbereiden. Oké, ik ben aangekomen in mijn lokaal. Ik ga dus 5 dagen werken. Dus het is helemaal mijn eigen lokaal. Heel chill. En ik zal binnenkort nog even laten zien wat er allemaal in staat. Maar ik had nog wat dingen meegenomen van thuis. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Een boek. Leuk. En ik heb dus een woordzoeker geprint met alle namen. En ik dacht het is wel leuk om even zo'n stiftje erbij te leggen. Dus dat ga ik straks doen. Mijn foto's. Het is vandaag maandag en het is vandaag mijn eerste werkdag. Ik ben echt zenuwachtig. Kijk, de klas is helemaal klaar. Over ongeveer 20 minuten komen de kinderen. Ik ga nog een paar dingetjes op de computer doen. En even mijn scherm bevriezen op het digibord, anders kan iedereen meekijken. Maar we gaan dus beginnen vandaag. Oké, het is inmiddels avond en ik heb dus mijn eerste werkdag gehad. Ik vond het zo mega, mega leuk. Het was echt top. Ik ben echt super blij. Het is nu al best wel laat. Ik heb net bij mijn moeder gegeten en vandaag zijn dus de nieuwe gordijnen binnengekomen. Het lijkt nu niet zo mooi, maar het ziet er wel heel mooi uit. Dus dat is echt top. Dus ik ga denk ik morgen even die house tour filmen. Dus dan kunnen jullie dat of overmorgen. Ik denk eigenlijk overmorgen, woensdag. Dus ik ga nu gewoon lekker even chillen en rustig aan doen. Dus in deze video heb ik dus voor jullie een house tour. Dus die ga ik hier even tussen plakken. Mijn huisje is echt bijna klaar. En ik wil het gewoon super graag aan jullie laten zien. Dus ik heb voor jullie een house tour opgenomen. Ik heb ook al een verhuisvlog opgenomen. Daarin laat ik het hele proces zien. Hoe ik ervoor heb gezorgd dat het zo is geworden. Nou, dit is dan in ieder geval een favoriet plekje in mijn huis. Want hierachter zie je de bank met hele mooie posters. En deze posters zijn van Decennio. En ik heb voor jullie ook een kortingscode van Decennio. Die zal ik hier in beeld zetten en ook in de beschrijving. Deze code is vanaf vandaag geldig tot en met 2 september. En het geeft dus 45% korting op de posters. Dus dat is echt mega veel. En je krijgt ook 5% korting op de lijsten. En het geldt niet op gepersonaliseerde posters en een soort van poster sets. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar ik zal ook alles even in de beschrijving zetten. En ja, ik ga in deze video alles laten zien waar het vandaan komt. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En dan heel veel kijkplezier met de house tour. Oké, dit is de deur waar je binnenkomt. Zo. En dan kom je gelijk in de gang. Ik doe even de deur dicht. Je hebt dus 2 ingangen. Dus dit is een soort van de tweede deur. En dan heb ik aan de voordeur heb ik allemaal tasjes hangen. En daar heb ik ook een hele grote spiegel.
Ik heb mijn badjas nog aan. En dan heb je dus verschillende kamers. Dan heb je hier de slaapkamer. Ik zal even een beetje naar achter lopen. De slaapkamer ga ik zo laten zien. Dan heb ik hier nog een leuk schilderijtje hangen. En hier heb je de badkamer. En als je je dan omdraait, heb je de woonkamer, de keuken en een opberghok. En ik dacht, ik ga eerst even aan jullie de woonkamer laten zien. Dus dit is de woonkamer. Ik heb de gordijnen nu eventjes dicht zitten. Omdat je anders echt precies weet waar het een soort van is. Ik zal het licht iets verder doen. Ik heb dus van die dimlichtjes, dus dat is wel echt super fijn. En ik zal eventjes laten zien. Als eerst heb ik hier gewoon een heel klein eettafeltje. En als er nou meerdere mensen blijven eten, heb ik nog zo'n extra stoel. En dan schuif ik die tafel gewoon een stukje naar voren. De stoelen zijn van Xenos. De tafel zal ik in de beschrijving zetten, onbekende site. En deze spulletjes heb ik er dan op staan. En dat is dus de fruitschaal, maar er zit nog niks in. Dan heb ik deze spiegeltjes, die zijn ook van de Xenos. Die wil ik dus hier boven de eettafel gaan hangen. Maar dat is dus nog niet gebeurd. En dit hele leuke bankje, die is van de Action. Die heb ik al best wel lang. En dan eigenlijk wil ik dit uitzicht wel eventjes laten zien. Want je hebt hier echt heel mooi uitzicht. Kijk, je kijkt dus heel mooi uit op de kerk. Echt prachtig. Zo. En dan heb ik hier een heel schattig hoekje. Ik weet nog niet precies hoe ik het wil doen. Ik denk dat ik één kaars weg wil halen. Maar het kleedje is van de Xenos. De tafeltjes zijn van de Jisk. En dit zijn allemaal gewoon losse accessoires die ik heb. En dan mijn favoriete deel. Ik vind het echt prachtig. De posters zijn van Decennio. Deze heb ik dus helemaal nieuw. Ik vind ze echt heel leuk. Ze passen ook heel goed bij mij. En ik heb dus gekozen voor alleen maar beige posters met dus houten lijsten. Want dan past het dus altijd bij elkaar. Dus dat vind ik heel fijn. De bank is van IKEA. Is een nieuw model. En dan heb ik hem in de light beige, volgens mij heette de kleur. En de kussentjes zijn van Jisk. Ook echt mega leuk. Passen er echt super goed bij. En dan nu als tijdelijke oplossing is dit even mijn tv. Want ik wil dus denk ik een tv hier ophangen. Maar ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen. Dus ik heb het eventjes zo gelaten. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn. Want dan kan je zo liggen en dan kan je gewoon tv kijken. En dan heb ik hier nog iets van de Xenos met daarop kaarsen. En ik denk dat ik dit dus wel rustig wil laten. Dus dit is mijn kleine woonkamertje. Het is heel schattig. Maar wel heel klein. En dan heb ik hier dus nog een opberghok. Dat is echt ideaal. Nog niet helemaal klaar. Maar in ieder geval staan er wel al dingen. Ik heb daarboven dus al mijn laarzen staan. En daarachter ook schoenen. Maar die gebruik ik niet heel veel. Ik wil nog van die dingen voor in je laars, zodat ze gewoon rechtop staan. Dan ga ik hier mijn jassen hangen. Ik heb daar nu wel echt een beetje zomerjasjes en zo hangen. En dit is echt zo'n opberg ding. Ja, er zit allemaal zooi en schoonmaakspullen in. De stofzuiger, tasjes. Eigenlijk allemaal dat soort dingen. Maar het hok is dus best wel groot. Ik weet niet of dat helemaal overkomt, maar er kan echt nog best wel veel bij. Dus dat ben ik nog wel zeker van plan. Maar ik moet het gewoon nog even indelen. Dus dat is het opberghok. En dan gaan we verder naar de keuken. Naast de woonkamer heb je dus de keuken. De keuken is een beetje rommelig, maar ik ga het toch eventjes aan jullie laten zien. Als eerste heb je hier ook de wasmachine staan. En boven de wasmachine zit dus een wasmachinekastje. Deze van IKEA, die is echt heel fijn. Ik moet hem alleen nog indelen. Ik heb alleen dit nu staan. En ik wil dit eigenlijk niet bij elkaar, want dat ga je misschien ruiken. En dat vind ik een beetje vies. Dus dat is nog niet helemaal klaar. En dan heb ik hier glazen staan. De andere glazen die ben ik aan het afwassen. En daaronder heb ik zo'n combi magnetron oven. Een hele fijne is deze van Samsung. En ik heb hier nog dan een lampje staan. En wat kruiden, placemats. Daaronder verzamel ik karton. Dus dat moet ik even gaan opruimen. En heb je zo ook heel leuk uitzicht. Gewoon helemaal groen. Echt heel cute. En dan heb je dus hier de keuken. Gewoon prima. Hier heb ik bestek in zitten. En ik heb hier borden en zo in zitten. Voorraad. Gewoon een beetje zo. Die lege flessen moet ik dus opruimen. En de glazen en zo staan dus in het droogrek. En hier heb ik pannen en allemaal dat soort dingen in staan. En de koelkast.
De theedoeken zitten in de was. En de prullenbakken, dat kleine prullenbakje, moet ik nog even weghalen. Dus dit is de keuken. Het is wel een beetje krap, maar het is wel gewoon alles wat je nodig hebt. Dus ik ben er echt onwijs blij mee. En dan gaan we weer naar de gang, want dan gaan we verder naar de badkamer. En de badkamer zit dus hier zo. Oké, aan de badkamer heb ik nu wat tassen hangen, maar dat wil ik dus nog gaan weghalen. Maar dat hangt er voor nu eventjes. De badkamer is echt super knus, maar ja, wel alles wat je nodig hebt. Dus ik heb hier een beetje de dingen staan die ik dagelijks gebruik. Zeep, tandenborstel en hieronder zit dus nog een kastje, dus dat is wel heel fijn. En daar heb ik gewoon toiletrollen en al dat soort dingen. Een beetje opbergdingetjes. Dus dat is dat. En er zit een spiegel boven. En dan heb ik hier de badmat liggen. Deze badmat is heel fijn. Die is van Karwei volgens mij. En dan heb ik hier mijn handdoeken die ik gebruik. En deze dingetjes zijn gewoon van Shein. Echt super fijn. Dan kan je het heel makkelijk eraan hangen. Nou, het toilet. Niet zo bijzonder. Dit douchegordijn is echt een hele fijne stof in een soort beige kleur. Deze is van de H&M Home. Echt een hele fijne. Ik hou echt niet van douchegordijnen, maar dit is wel echt een goede oplossing. En hier nog eentje van de Hema. En dan heb ik dus daar al mijn shampoo en alles staan die ik gebruik. En dan heb je dus ook heel mooi uitzicht. Niemand kan je dus hier zien, maar in de ochtend, als je aan het douchen bent, heb je dus een soort van zonsopgang. Echt heel leuk. Want ik douche altijd in de ochtend voordat ik ga werken. En dan ziet het er echt heel mooi uit. Dus daar heb ik nu hier deze producten staan. Dan kan ik er eigenlijk ook best wel goed bij. Ik dacht eerst dat ik het hier dan ging zetten, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Dus dit is dan de douche. Ik heb net gedoucht, dus het is allemaal een beetje nat. Maar een hele kleine badkamer, maar wel gewoon alles wat je nodig hebt. En ik heb dus alles geprobeerd een beetje in die beige stijl te houden. Dus dat vind ik wel heel mooi. En dan gaan we door naar de laatste kamer. En de laatste kamer is de slaapkamer. Dus die ga ik jullie nu laten zien. Oké, en dan als laatste de slaapkamer. Ik zal het licht even aanzetten. Of ik zal die dingen ook wel een klein beetje open doen. Dan kan je het iets beter zien. Oké, als eerste mijn bed moet echt nog een heel stuk daarheen. Alleen dat kan dus nu niet op dit moment. Omdat de Ziggo monteur nog langs moet komen. En anders kan ik mijn bed niet meer goed verplaatsen. Ik heb hier weer wat posters van Decennio. Dan heb ik hier dus mijn bed. Mijn dekbed is van IKEA. De kussentjes zijn van de H&M Home. Nee, van de Zara Home. Dan heb ik dit make-up tafeltje. Die is van IKEA. De stoel is van Xenos. En het is een make-up tafel die ik gebruik. En er zit ook een spiegel in met mijn make-up. En mijn bed gaat dus nog een stuk daarheen. Waardoor je hier iets meer ruimte hebt. Nou, en dan dit is vanaf de andere kant. Als je dus binnenkomt, heb je gelijk een kledingkast. En dan heb ik hier mijn broeken en rokjes en zo liggen. En dan heb ik hier kleding. En daaronder schoenen. Hierin ga ik nog mijn bikinis doen, maar dat komt nog. En dan heb ik hier een wasmand. Dus mijn bed. Mijn bed is van Beter Bed. En deze is van de Stradivarius. Dan heb ik hier gewoon zo'n IKEA-kast. Met mijn parfum, mijn sieraden. Mijn nagelspullen. Wat zit er nog meer in? Mijn handdoeken zitten hierin. Allemaal tangen en extra dingetjes. Haarspullen. Echt mega veel. En dit is nog meer haarspullen en lichaamsverzorging. En dan naast deze kast heb ik dus nog een kledingkast. En in deze kledingkast zit mijn gekleurde kleding een beetje. Maar er moet nog echt veel meer bij. Mijn truien. En daaronder in die bakken wil ik de sportkleding gaan doen. En wat dus heel fijn is, onder dit bed zitten dus ook lades. Dus dan heb ik daar ondergoed en sokken. En aan de zijkant zit dus ook een hele grote lade. En daar heb ik dus nu mijn sportkleding in zitten. Dus, en een wasmand ook van de IKEA. En daar heb ik allemaal elektronica en zo in zitten. Op de kast kan je dus ook nog dingen opbergen. En hier heb ik dus mijn badjassen hangen. Dus dit is eigenlijk een beetje mijn slaapkamer. Heel cute. Het is vandaag dinsdag, mijn tweede werkdag. Ik heb me net even omgekleed, als mijn camera scherp stelt. Het is heel warm, dus ik heb gewoon een lange jurk aan. En ik ga nu heel eventjes
eventjes wat eten maken, wat ik dan op school kan eten. En dan ga ik onderweg naar school. Want het is al tijd. Ik ga gelijk mijn horloge even omdoen. Oké, ik ben inmiddels alweer thuis. Ik heb vandaag dus echt niks gefilmd. Echt super stom, want ik had echt leuke dingen op de planning staan. Op school. En ik wil jullie eigenlijk wat meer meenemen in mijn klas. Maar dat heb ik dus niet gefilmd. Dus dat was een beetje stom van me. Maar ik heb wel een nieuw pakketje. Dus ik dacht, dat is altijd leuk om te zien. Ik had namelijk bij de Zara iets besteld. Dus dat ga ik dus openmaken. Ik heb net bij mijn ouders gegeten en ik ben dus nu weer in mijn eigen huisje. Ik ga zo meteen even die afwas fixen. En morgen is dus woensdag, dus morgen hebben de kinderen een korte dag. We gaan een tekenopdracht doen. We gaan schrijven, rekenen en taal doen. En we gaan ook complimentjes aan elkaar geven. En ik wil morgen dus ook aan de verjaardagskalender werken. Dus dat ga ik ook eventjes laten zien. Ik heb namelijk dat pak van Zara besteld. Dat spijkerpak. Alleen dan dus niet met dat topje, maar gewoon helemaal als pak. Ik heb echt geen idee of die gaat passen. Ik vind hem wel echt mega leuk. Maar ik ben dus bang dat hij een klein beetje te lang is voor mij, aangezien ik echt 1,60 ben. Ik vind hem wel heel leuk. Ik heb een maatje M en hij is €50. Want hij valt klein, dus een M heb ik sowieso nodig. Dus dat is dit pak. Ik ben heel benieuwd. En ook nog een luchtje. Namelijk deze, want anders had ik geen gratis verzending. En ik dacht, een luchtje kan altijd. Dus deze heb ik besteld. En ik ga het pak deze week wel aandoen. Ik kan hem nu wel even snel passen. Maar het is zo heet. Dus eigenlijk liever niet. Oké, jongens, ik ben echt verliefd. Ik hoop dat je het goed ziet. Maar dit is het spijkerpak. En hij is zelfs best kort. Ik denk dat het een kort model is. Hij zit hier een heel klein beetje strak. Maar ik denk dat ik dat wel ga uitlopen. Ik vind hem echt prachtig. Ik ben er echt super blij mee. Ja. Ik heb even mijn pyjama aangedaan. Het is echt nog best wel vroeg, maar ik ben zo moe. En ik heb net mijn eerste was erin gedaan in dit huis. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Nou, ik zie het wel. En ik ga nu lekker YouTube kijken en lekker gewoon rustig aan doen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het is vandaag woensdag. Ja, het is nog heel vroeg. Straks mijn derde werkdag. Heel veel zin in. Vandaag een korte dag voor de kinderen. En ik ga jullie vandaag even meenemen. Ik ga even laten zien op het bord wat ik vandaag ga doen. Ik dacht, dat is wel leuk. Het wordt vandaag super heet, dus ik heb een lang luchtig jurkje aan. En dan let's go! Vandaag op de planning. Ik ben terug van school. We hadden een hele leuke tekenopdracht gedaan. Die zal ik morgen wel eventjes laten zien. Ik ga nu eventjes het dorp in om even wat dingetjes te kopen. Misschien ook even wat boodschappen te doen. En mijn wasmachinekastje, die staat dus nu in elkaar. Dus dat is wel heel chill. Dus dat staat nu zo. Echt heel mooi. Het is vandaag zaterdag. Mijn eerste werkweek zit er dus op. En ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik ga vandaag een dagje naar Antwerpen. Een dagje nachtje eigenlijk. Dus dat dacht ik, dat is wel leuk om te filmen. Ik heb vanochtend de house tour opgenomen, maar dat hebben jullie dus al gezien. En ik heb mijn spullen ingepakt en wij gaan dus nu weg. Ik ga dus samen met een vriendinnetje, dus dat is heel gezellig. Wat ik aan heb is dit pak van de Zara. Even dit knoopje nog dicht doen. Mijn oorbellen moet ik nog indoen. Dat is goed dat ik dat nu gelijk zie. Dus dat moet ik doen. Mijn oorbellen. En dan gaan we met de auto naar Antwerpen toe. Ik heb er echt onwijs veel zin in. En het wordt dus vandaag ook lekker weer. Dus dat is altijd fijn. Ik hoop niet dat het te warm is wat ik aan heb. Maar het wordt volgens mij rond de 23 graden. Ik denk dat ik mijn ringen in ga doen. Dus dat. Dus dat ga ik lekker voor jullie filmen. En we gaan lekker shoppen. En ik ben al vaker in Antwerpen geweest. Dus ik weet wel de weg. Dus dat is ook altijd fijn. Maar ik ga nog heel even mijn spullen pakken. En dan gaan wij onderweg. Oké, wij zijn aangekomen. De vorige keer dat ik hier dus was, was hier dus zo'n heel groot feest. Dat liet ik jou toen zien. Met wie was jij daar de vorige keer?
Dat heb ik niet gefilmd. Oké, nou. Wij hebben de auto geparkeerd en wij gaan, er is nu ook iets hoor. Op een bruiloft of zo. En wij gaan eventjes wat eten. Ja, er is echt weer iets. Maar hier stond vorige keer helemaal zo'n feestding. Ja, we zijn nu lekker op het plein. Leuk! Het is de volgende dag. En ik heb weer niks gefilmd. Het staat ook nergens op deze weekvlog. Ik zei ook elke keer, ik ga dingen op school filmen. En ik heb elke keer dingen niet gefilmd. Nou, uitgaan was heel leuk. We hadden dus expres ons Airbnb bij iets dichtbij geboekt. Was dat dus dicht. Dus toen gingen we naar iets anders. We gingen naar de villa. Was wel lachen. Nee, de villa noemen ze dat hier. Spelhies. Oké, maar wij gaan nu naar huis. Dit was het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat moeten ze doen? Duimpje omhoog. Abonneren. En doei!